We hebben een nieuw boek gemaakt. Ik haal hem even af hoor, want die dekbedekker zit lekker, maar... we hebben een nieuw boek gemaakt. A, omdat de oplage op was. B, omdat de vraag heel hoog was. En C, omdat we een nieuwe Haagse ziekte hebben. En die mag natuurlijk, moet beschreven worden. En dat is de corona. Dus nou, we wensen jullie er veel plezier mee natuurlijk. En over een jaar wil ik toch afspreken op 6 oktober. Gaan we u overhoren. En zo is het officieel. De nieuwe editie van het Groengeile Boekie. Met een actueel hoofdstuk over corona. En een, zoals je ziet, een woordenlijst met coronataal. Er is dit jaar natuurlijk heel veel taal bijgekomen, waar we een jaar geleden nog niet van gehoord hadden. Die natuurlijk nu ineens iedereen maar kent. Eenzaamheidsvirus. Een woord wat ineens opkwam bij waarschijnlijk Willem-Alexander, terwijl hij een biertje op had. En dat gebruikte hij in de speech. Maar dat staat dan in het boek. Ja, ik heb net de derde editie, de derde versie van Haagse Harry heerlijk mogen ontvangen. Echt, ik verheug me erop. Het boekje is, net als eerdere edities, omlijst met de legendarische Haagse Harry tekeningen van Ruups overleden broer Marnix. Iedere tekening is een herinnering weer. Maar de Neandertaler die tegenover Harry staat, ja, dat vind ik eigenlijk wel de meest pakkende. Gewoon, we zijn allemaal oermensen. Dat Haagse Harry populair is, merkt ook de burgemeester. Hij krijgt ze tot zijn vreugde overal cadeau. En ik moet erg lachen om die humor. Ik moet alleen natuurlijk nog wel een beetje aan de taal wennen en hem leren. Ze gaan me overhoren over een jaar. Kunt u het op zijn Haag zeggen, corona? Nee, dat ga ik niet doen, want dat wordt een mislukking. Maar ik ga het wel proberen te leren. Corona is het en wie weet wat het wordt. Corona. Corona. Dit is hem. De lipslip, het mondverband, de huigvitrage, de snoetpoet, de dekbedekka. Kortom, hi Haags.